En dat zijn de drie richtingen. Drie voorstellen, drie logo's. Oké, wie is voor één? Meteen één, maar toen ik iets langer wachtte, dacht ik daar één. Ik vind twee ook heel mooi en sterk. Twijfel nog tussen één en drie. Ja, ik was bij één al verkocht eigenlijk. Ja. En hier kun je verschillende dingen in zien. Hier kun je een boomvorm inzien, je kunt er een splitsing in zien. Je kunt hier een weg in zien waar je linksom of rechtsom de toekomst ingaat. Zeg maar welke weg kies je. Een professor van mij zei zelfs van als je nou echt marketing goed wil doen, loop door de winkelstraat. Doe dat eens regelmatig en kijk wat er verandert. En dan zie je welke tenten failliet gaan. En welke tenten het goed doen. En dan zie je vanzelf waarom dat is. En als je googelt op biobased economy of op biobased, dan krijg je een hele lijst met plaatjes met allemaal groene blaadjes. En juist die biobased economy gaat er natuurlijk wel om dat die blaadjes worden gebruikt. Alleen ze worden in een productieproces vermaakt tot iets. Ja, als je zo'n naam moet verzinnen of je moet teksten schrijven over zo'n onderwerp, moet je er gigantisch in gaan verdiepen. En dat is ook, zeker bij het schrijven van die tekst, ben ik eigenlijk meer tijd kwijt geweest met research dan met schrijven zelf. Maar dan ga je erin verdiepen en dan word je enthousiast. Want ik bedoel, het is natuurlijk een heel mooi concept. Een belangrijk uitgangspunt was trouwens wel dat het zowel regionaal goed moet landen, die naam, maar dat het ook wel landelijk en internationaal een beetje staat. Dat biobased moet wel ergens in de naam terugkomen. Mensen moeten weten als ze zoeken op biobased dat ze uiteindelijk ook hier terechtkomen. We kunnen nu nog iets doen, maar dat moet wel snel. Maar is dit het dan? Of hebben we over 3 maanden dan toch nog weer dat we denken? En de naam die we hebben gekozen is Kenniscentrum Biobased Economy, maar het is dat een bed vol. Kenniscentrum Biobased Economy. Het gevaar is met een lange naam dat men hem af gaat korten. Dus dan wordt het kenniscentrum en dan is het in één keer niet veel meer. Het woord centrum is natuurlijk Fries voor centrum. Nou, ik wilde niet echt een hele Friese lading aan die naam geven, want dan kom je toch weer in de knel met dat nationale, internationale karakter. Maar toen ik het samenvoegde met bio, het biocentrum, toen dacht ik in één keer van dat heeft eigenlijk voor iemand die in Den Haag woont of in het buitenland woont, is het biocentrum niet wat een Friese naam. Hoe voor de hand liggend is biobased? Hoe makkelijk kom je tot iets? Nou, het is best wel voor een deel een ongrijpbaar onderwerp. Nou ja, ik ben inmiddels bij schets 8. Ik sluit niet uit dat je over een paar dagen in één keer toch nog iets ziet. Omdat je buiten met de hond aan het wandelen bent. Dat je toch in één keer denkt van, dat is het. Daar moet ik nog even op doorschetsen. Daar moet ik iets mee doen. Dames en heren, of mevrouw en heren, we maken er één van. Ja, dat is mooi. Als je kijkt naar het biobased programma, naar het gebouw waar we mee bezig zijn. Het zijn wat mij betreft diepte investeringen in de economie van morgen van Oost-Stellingwerf.